zijn hier bij Marin in het Zero Emission Lab, het prototype van scheepsmachinekamer van de toekomst. Mijn naam is Bart-Jan Susteronk. Ik ben vanuit de discipline elektrische energietechniek betrokken bij de ontwikkeling ervan. Voor het Zero Emission Lab hadden we een distributie nodig om de energie die van de verschillende bronnen komt naar de gebruikers te krijgen. Kern daarvan is een distributiesysteem. Wij hadden gekozen voor gelijkstroom daarvoor. En die kern is ontworpen en gebouwd door Van Dorp. Het systeem wat we hier hebben gemaakt is vergelijkbaar met de stopperkast thuis. Het bijzondere aan dit systeem is dat het op gelijkspanning werkt, 700 volt DC. En dat is in deze productie uniek, dat is nog niet eerder gedaan in Nederland. De kast die we hier hebben neergezet, die beveiligt zowel de stroom als dat het distribueert in de zin van wij kunnen vanaf afstand de groepen aan- en uitzetten. En daarmee kan dus ook van afstand worden bepaald welke soorten energie er nou in welke mate gebruikt worden om uiteindelijk de motor aan te sturen. De samenwerking met Van Dorp is heel prettig verlopen in het hele ontwerptraject. Ik kan eigenlijk wel zeggen dat mijn ervaring is dat het in feite gewoon een heel geïntegreerd ontwerpteam geweest is. Niet zozeer een klant-leverancierrelatie, maar meer met z'n allen zien dat we een mooi systeem neer kunnen zetten. Ik denk dat je op die manier het optimale systeem gerealiseerd krijgt. In tegenstelling tot de projecten zoals we er normaal mee werken, hebben we met Marin gezegd oké, we gaan eerst aan tafel alles engineeren, totdat we een heel goed concept hebben staan en dan pas gaan we de productie opstarten. Dus vooraf is er heel veel overleg geweest met de mensen van Marin en welke systemen, welke componenten, welke beveiligingen dat we moeten toepassen, totdat alles helemaal 100% was en vanaf dat punt zijn we pas de productie ingegaan. In de loop van dit jaar moet het geheel kunnen draaien. Dan staan de eerste onderzoeken echt gepland. Daarvoor gaan we al wel een beetje proefdraaien. Maar laten we zeggen, derde kwartaal, vierde kwartaal dit jaar moet het echt gaan draaien. Mocht je een lastig vraagstuk hebben in energiedistributie, dan bel ons en dan gaan we kijken wat we voor je kunnen betekenen.